Oh, opeens gaan we 200. Oh, wat de hel. Hey kijkers van Steengoed Koenie en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Spelen.nl. Woehoe. Deze keer heb ik Trail One onder het kopje Race en Motocross. Ik ga het spelen en ik heb het nog nooit gespeeld, dus het wordt best wel grappig, denk ik. Ik ben hier dus een soort van motorrijder of zoiets, denk ik. Oh, het gaat best wel goed eigenlijk, best wel. Oh, je moet gewoon het einde halen, denk ik. Oh, volgens mij, oh, dit gaat best wel... Was ik nou dood of niet? Lol, level complete. Oké, nou, volgende, beter. Oké, wat is dit voor iets? Ik ben dus een motor. Ik heb hele fancy groene schoentjes aan. Kijk, moeten we denk ik niet zorgen dat we doodgaan. Dat zien we nu. Start. Oké, nee, moet ik dan helemaal overnieuw? Oh, stelletje. Mongols zijn dus ook, hè. Oh, wat? Wat? Ik was niet dood? What the hell? Crashed. Ja, maar ik was toch op het einde. Wat is dit nou voor onzin, jongens? Man. Oké, we gaan hier overheen. En dan moeten we niet zorgen dat we doodgaan of zo. Oh, ja. Juist hem. Next level. Oké. Het level waar we net begonnen zijn. Maar ja, boeien. Ik dacht buiten de opnames nog even. Sam, wat moet ik in godsnaam hier doen? Dus dacht ik, ik speel even één level. Dan was ik ook nog meteen klaar. Mooi, hè? Oh, hey. Level completed. Nou, ik vind het helemaal mooi. Oké, nu zijn we deze kut level weer. Ja, dan moet ik dus hier op. En dan moet ik dus zorgen dat ik niet... Oh, niet crash. Maar het is wel heel kut dat je dan weer helemaal overnieuw gaat. Dat vind ik wel een beetje jammer van het spel. Oké, ja, kom maar. Ja, goed. Ja, goed zo. Yay, level completed. Oké, jongens, we zijn beland bij het volgende spelletje. Dat is Alias Runner nummertje 222. En ik zie overal beeld staan task failed. En ik heb hierbij ook een politieagent achter me aan. Dude, wat de hel doe jij? Je maakt mijn hele auto kapot, poephoofd. Hey, oh, ik zie helemaal linksonder zie ik allemaal dat allemaal shit kapot gaat en zo. De graphics van dit spel zijn uitermate slecht. Zoals mijn Nederlands docent dat vroeger zei, kut. Kwalitatief uitermate teleurstellend. Maar dat maakt niet heel veel uit. Oh, volgens mij zijn mijn auto is echt helemaal kapot. Wat is eigenlijk het doel van dit spelletje? Dat vraag ik me ook af. Oh, ik heb net een prullenbak weer gehaald. Oké, fucking grappig. We gaan ook nog eens een keer blijkbaar bijna 100 km per uur. Denk ik. Oké, wat is het hele doel van dit spelletje eigenlijk? Volgens mij kan je dingen gewoon blijkbaar kapot maken zoals hier een paal. En ik heb nog steeds een motoragent achter me aan. Motoragent, gewoon een politieman. Geen idee waarom hij achter me aan zit. Misschien... Aha, play again. get a go away. Oké. Geen idee wat ik daarmee bedoel. Oké, toggle full screen. Handbrake, see. Dat is nog even een goede. Reset car control. Distance to drop point. Oh, dat is helemaal geen... Huh? Oh, dat is helemaal geen snelheidsmeter. Oh, die heb ik nu in het midden staan. Wat de hel? Oké, ik snap je echt helemaal... Oh, jezus. Weer een politieagent achter me aan. Dat vind ik helemaal niet leuk. Oh, ik kan slippen als de motherfucker. Oh, Michael. Dit is zo tof. Door rood licht. I don't fucking care. Oké, waar moeten we naartoe? Die meter zegt dus nu... Oh, we komen wel dichterbij, zegt hij. Geen idee wat die hele snelheidsmeter daarmee bedoelt, maar ja... 50. Oh, volgens mij komen we wel steeds dichterbij. Ik heb echt werkelijk geen flauw idee wat we moeten doen. 15. Hij telt af. Maar dan wat? Oh, track completed. Oh, nice. Oké. Dus we moeten dus blijkbaar naar een van die gele petjes toe. Oké, we zetten nu 40. 40. Oké. Ja, daar is hij weer. Nice. Oké, volgende. Volgens mij moet je zoveel mogelijk van die gele petjes hebben. Potion, oké, grappig. Oké, we gaan nu steeds verder weg. Heb je nog steeds die gast achter me aan? Want ik kan niet zien of die gast steeds... Die politieagent achter me aan zit. Heel irritant dit. Oké, nog 137, 136. Oh, volgens mij komen we steeds erbij. En ik heb blijkbaar ook een potion of zo. Kut politieagent ook. Hier, dief op man. Dat is irritant man. Oh, nog... Yo kijkers, en we zijn weer bij het laatste gedeelte aangekomen van deze video. Het is namelijk bobsleeën. Ja, je hebt het goed gehoord, bobsleeën. Wij gaan onder het kopje Race City Racer en dan gaan wij bobslee spelen. De eerste map is Turijn 06 en hij is easy. Nou, meer wil je niet hebben voor mij. Dus ik ben namelijk een echte grote noob, dus vandaar.
Turijn. Makkelijk, hè? Voor de rest kan ik eigenlijk helemaal niks spelen. Boeien. Time to beat. 1 minuut 15. Oké. Olympic record is blijkbaar 57 seconden en 9 milliseconden. En ik ben nu al 4 seconden bezig. Oké. Oh, volgens mij gaat dit wel... Ik denk dat ik die groene dingen moet vermijden. Oh ja, volgens mij gaat dit wel lukken. Oké, scherpe bocht naar links zometeen. Oh jezus. Dit gaat volgens mij echt helemaal niet goed. Ofwel... Want ik zie gewoon niet wat er gebeurt. Heb je dat ooit gezien op de Olympische Spelen, bobsleeën? Laat het vooral weten in de reacties, vind ik wel leuk om te weten. Mam. Oh, ik ben hier zo slecht in. Ik kan nog niet eens skiën. Skiën eigenlijk? Nooit, ja, heb ik wel een paar keer gedaan met school en zo. Maar voor de rest, ik ben nooit echt in Oostenrijk geweest of zo. Dus ik heb wel een keer van die skischansen. Dat is al fucking grappig, jongen. Als je skis had, dus stond ik helemaal er bovenaan en direct naar beneden was echt gewoon, je keek gewoon in de afgrond. Fucking eng. Maar oké, we gaan nu nog scherp op naar links. Oh god, wat betekent Lubbet? Ik heb geen idee wat Lubbet betekent. Ik denk dat ik dat gewoon moet vermijden ofzo. Ik hoop dat ik het your best PB, wat zat er weer? 1 minuut 15, oké. Okay. Lol, volgens mij heb ik nu mijn record verbroken, denk ik. Finish! Bam! Je qualified, 1 minuut 5 seconden. You have unlocked a new track. Oh my god. Oké, we gaan naar de volgende track. Track. Rock piece, easy. Nou, easy A beter. En deze heeft een hele lange rechte bocht allemaal. Dat is wat je om te hebben. Oké, time to beat, 40 seconden. Ik hoop dat gaat lukken. Ik hoop het wel. Oké, oh, we gaan nu naar de andere kant op. Oh nee, ik moet niet die shit aanraken. Oh jee, niet. Koen, wat? Je zegt het tegen jezelf, niet die shit aanraken. Dat doe je nog steeds. Man. Oké, we gaan nu... Oh, scherp bocht naar rechts. Of naar links. Of daar... Ik kan niet tegelijk naar de map kijken en dan ook naar de game. We gaan nu naar links. Oké, we gaan nu naar rechts. Oh mijn god, dit... Oh jeetje, mijn naai. Het is toch niet te doen, dit? Oh, wat? De graphics zijn weer geweldig. Ze hebben ook gewoon serieus een foto genomen en dat eronder gezet. Vind ik wel grappig. Oh, we gaan echt heel langzaam, by the way. Oh, opeens gaan we 200... Oh, wat de hel? Wat was dat dan weer? Oh, dat zag er fucking grappig uit. Oh, bij de finish. Bam. Wat was dat, 100 km per uur? Oh, not quite. Vind ik niet leuk dit. Vind ik helemaal niet leuk. Jongens, ik bedank jullie voor het kijken naar deze nieuwe video. Vond je dit nou een leuke video? Beloon dat uiteraard met een blauwe duimpje omhoog. Abonneer nog even op Steengoed. En dan zeg ik nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.